allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Werner Vlogt. Dat ben ik. Ik ben leeg. Ik sta in Gemenos. Het is woensdagmorgen. De reden dat ik nu pas begin met filmen is heel simpel. Ik ga vanaf de boot op naar Corsica. Dus dat is voor mij in ieder geval de eerste keer naar Corsica. Niet de eerste keer op een boot. Dat heb ik wel vaker gedaan. Maar dat is wel een dingetje. Dus daar wil ik jullie eigenlijk zoveel mogelijk van laten zien. Gemenos, dat ligt niet zo gek ver van Toulon af. Ik moet bij Toulon de boot op en dan gaat hij naar Corsica, naar Bastia. Waar dat ik moet laaien en wat dat ik moet laaien, dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar dat hoor ik straks wel. Ik ben eigenlijk veel te vroeg, want het is nu 9:15. En ik moet om 5:30 bij die boot zijn. Of tenminste, ik moet me eigenlijk aangemeld hebben. 2 uur van tevoren. 7:30 varen we. Maar dat, het liep allemaal als een speer, zeg maar. Dus ja, dat, ik ben te vroeg gewoon. Dus hij is nu even aan het kijken of dat hij iets tussendoor kan regelen. Dat hoop ik dan eigenlijk. Want anders dan, kan ik de toerist uit gaan hangen of zo. Maar ik ga jullie in ieder geval meenemen. Dus ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Nou, ik heb inmiddels de opdrachten binnen. Ik heb er 3. 3 laadadressen. Ik ga er nu heen laaien. Dat is ook bij Toulon. Vlakbij de haven waar ik de boot op moet. Volgens mij is het zelfs in die haven. Dat zou 4 kisten moeten zijn. Ja, verder gaat er vandaag niks gebeuren. Behalve dan dat ik ga inchecken en de boot op ga. En morgen in, hoe heet het? Even spieken. Luciana op Corsica. Daar moet ik ook gaan laden. Ik weet niet wat het precies is. Ja, 12 kolli of zo. Het zou 6,5 meter moeten zijn ongeveer. En dan heb ik vrijdag nog eentje te laden in Turijn. En dan zou die vol moeten zitten. Dus ik ga jullie in ieder geval gewoon meenemen. En we gaan nou. Er is ook weer iets apart, die klant waar ik nu naartoe moet trouwens. Want ik heb een hele routebeschrijving gekregen. Dat blijkt nogal een dingetje te zijn. Dus ik moet even goed opletten. Zoals ik het op die routebeschrijving las, moet je net voordat je die terminal waar je de boot op gaat, eigenlijk weer de andere kant op. Dus daar moet je even rekening mee houden, want anders sta je gelijk verkeerd. Dus we gaan in ieder geval die kant op en we zien het allemaal wel. We laten het gewoon gebeuren.
Nou, ik ben lekker rustig aan 80 aan het rijden. Ik ben om even voor 10:30, 10:30 of zo ben ik bij die klant om te laaien. En dan staan we eigenlijk naast de haven waar die boot ligt. Waar we vanavond op moeten. Dus ja. Ik had gewoon maandag wel later weg moeten rijden. Maar goed, ja, dat weet je ook niet van tevoren. Het is niet anders. En ja, je weet met dit soort werk dat er veel wachten in zit. Want dat Luciano waar ik moet laden, hoe heet dat? Luciana. Dat ligt ook niet zo gek ver op Corsica, waar we aankomen met de boot. Ik denk dat er nog geen half uur rijden is. Dus nou, staan we morgen ook weer een mooi tijdje ergens stil. Ach ja, je moet het een keer meegemaakt hebben. In één keer goed zeg. Ja, ik had een duidelijke beschrijving dat ik ook niet die zone van de pont eigenlijk op moest. Dus ja, in eerste instantie geeft je navigatie dat wel aan. Maar daarom is het goed dat je die routebeschrijving hebt gekregen. Dan ga je er eentje verder. En daar zijn we nu. Dus ja, ik weet alleen hier kan ik nergens blijven staan straks. Dus ik moet even kijken voor een parkeerplaatsje. Maar dat komt wel goed. We gaan eerst even deze vier kisten laden, denk ik. Nou ja, dat weet ik wel zeker. Hoppla! Snel de zijkant open moeten gooien, want er zit ook een kist bij van 3 meter. Ja, die auto is maar 2,50 breed, dus dat gaat niet langs achter. Dus hier is even halen, die mevrouw, en die zet ze er even op langs de zijkant. C'est lourd ou pas? Oh, pas lourd.
Bon, je avance avec le transpalette, pas de problème. Ik heb even op Google gekeken en er zit niks anders op, denk ik, als naar die terminal te rijden waar we de boot op moeten. Het is hier eigenlijk volgens mij, zover als dat ik heb kunnen zien, weinig gelegenheid om te parkeren. Dus ik ga daar gewoon naartoe en dan kijk ik wel. Als ik zal er vast wel op mogen, dus het is even lang wachten. Maar goed, dat wist ik van tevoren. Dus dat is zo. We gaan die kant op. Nou, ik moet er wel even bij vertellen nog dat het, ik zei er net van, volgens mij is het 900 meter naar de terminal, maar dat is niet waar. Het is 7 kilometer. Het is aan de andere kant van de haven. Dus je hebt toch in ieder geval nog 10 minuten wat te doen. Ja. Ach ja. Wat ga jij doen? Niks blijkbaar. Nou, ik sta in ieder geval op het terrein
Maar ik mag hier niet blijven. Ja, ik mag, die auto mag hier blijven, maar ik niet. Dus ja, dat is een beetje vervelend. Nou ja, niet echt vervelend, want dan ga ik het dorp in. Tenminste, de stad. Dus even kijken, ja, een beetje wandelingetje maken. Dus nou ja, dan gaan we dat maar even doen. Tot een uur of 5:30 vanavond. Nou, ik ben even naar de andere kant van de haven gelopen. Daar achter die Corsica Ferries boot. Daar staat mijn auto. Maar ik ben even aan de wandel, want ja, er is tijd genoeg. Dus ik ga hier lekker even een beetje rondkijken, bootjes kijken. Zal ik even een drankje doen. Prima. Nou, ik zit inmiddels weer in de auto. Ja, ik kan wel hier rond blijven lopen en bootjes kijken, maar er staan inmiddels al drie auto's achter me. Ja, ik weet niet of dat het dat er nog 50 komen, maar dat geloof ik nooit eigenlijk, maar goed. Ik weet ook niet hoeveel vrachtwagens dat erop kunnen, maar er kunnen een hoop op die schuit in ieder geval, dat weet ik. Maar ja, we gaan het wel zien. Nou, we zijn al wat opgeschoten. Het is 6:45 en ik sta nu bij de boot. Dus ze zijn aan het boren. En ja, je moet er achteruit op. Maar het staat al even stil. Dus ja, we gaan het zo wel zien. Nou, ik ben aangekomen in de hut. Dus ja, ik kan kiezen waar ik wil slapen. Ik hoop dat er niemand bij komt liggen. Maar dat denk ik niet. Schuit is groot zat. Nou, toilet en een doucheruimte. Hoi. Dus op zich niks mis mee. Dus ik ga maar eerst even douchen. En omkleden. Ja, en dan ga ik eens even kijken wat er allemaal te doen is, maar ik heb net al gezien dat je hebt verschillende restaurants en dingen, je kan buiten even lopen, dus nou ja, goed. Het komt goed. Nou, we zitten nu op zee dus. Een stukje varen. Nou, ik ben weer in mijn hut. Het eten was niet je van het. Maar goed, ik heb een snitseltje genomen, mijn friet. Er lagen wat pasta's. En een soortje vis. Nou ben ik, ja, ik ben gewoon geen viseter. Dus, nou ja, goed. Snitseltje genomen, mijn friet. Prima.
Nou, dan krijg je eerst nog een discussie dat het wel of niet in de prijs zit. Nou, ik heb gelukkig een boeking binnengekregen en er staat op dat dat gewoon betaald is. Dan proberen ze je nog eventjes te laten betalen. Ja, uiteindelijk een half litertje rosé erbij en dat kost je dan ook nog 12 euro. Dus daar heb je 3 liter voor in de supermarkt. Maar goed, maakt niet uit. Je moet het een keer meegemaakt hebben. Nou, ik maak het nou mee. Dus, ik ga mijn bed even opmaken. Dus, tot morgen. Nou, goedemorgen. We komen nu aan in de haven van Bastia. Dus nog even geduld en ik heb er weer af. Ik ben gearriveerd in dat plaatsje, maar ik kan niks vinden op internet waar ik moet zijn en het is nog geen 7 uur. Ik heb een naam opgekregen. Volgens mij zijn het mensen die hier aan het werk zijn, dus ik heb geen idee. Maar ja, het is, ik zeg al, het is nog geen 7 uur, dus ik kan ook niemand bereiken. Nou is het op zich allemaal niet zo erg. Want ik heb vanaf de boot 20 kilometer gereden. Daar ben je er wel even mee bezig. Want ja, het is allemaal niet te breed en ik kon ook weinig filmen. Het is allemaal nog veel te donker. Maar goed, de terugweg die zal allicht lichter zijn. Maar ik heb ook wel gezien dat ik daar in de buurt van de haven in ieder geval niet kan staan. Dus ik weet het nog niet wat ik ga doen. Ik moet in ieder geval eerst zorgen dat ik, dat ik te weten kom waar dat ik moet zijn. Dus ik ga eerst eens even wachten
Totdat ze bij ons op de zaak er zijn. En dan ga ik even bellen. Nou, het is bijna 8 uur nu. Ik heb een telefoonnummer gebeld. Nou, die nam niet op, maar die stuurde wel een WhatsApp berichtje. En heel het verhaal uitgelegd. En het blijkt dat ik hier een kilometertje of 8 verderop moet zijn. Verder naar beneden. Dus nou ja, is prima. Alleen die zending is pas rond 1 uur klaar. Dus dan moeten ze nog aan beginnen. Maar goed, ja, ik sta het. Ja, dan sta ik iets later terug bij de boot of zo. Maar ja, we gaan gewoon daar naartoe. En dan zet ik hem daar wel ergens aan de kant. Dat was mogelijk, zei die man. En dan, ja, dan gaan we wel even zien hoe dat het verder verloopt. Ja, ik heb verder toch niks te doen. Ik moet vanavond terug bij die boot staan. En dan gaan we de boot in Bastia weer op. En dan gaan we wel naar Savona. Dus ik ben al gisteravond in Toulon erop gegaan. En ik kom morgen in Savona weer af in Italië. Dus nou ja. We gaan eerst eens zorgen dat die spullen erin komen. En dan gaan we 26 kilometer terug naar de boot. Dus, leuk dagje zo. Een beetje echt vakantieritje, ja. Zo, nou, we zijn er weer. ja, die man die zou om 8:30 of zo hier zijn. Dus ik heb mijn auto zo weggezet dat hij me in ieder geval ziet. Daarna moet hij maar zeggen of dat ik hem hier kan laten staan of ergens anders weg moet gaan zetten. Maar in ieder geval, ik denk ik zet hem zo weg dat hij in het zicht staat. Dus daar kan hij dan niet omheen eigenlijk. Want het zit achter een... Ja, ik sta bij een carrosseriebedrijf en hij zegt dat het een gebouw erachter is. Nou, dat klopt. Dat is ook een gebouw erachter, maar er loopt een heel smal straatje naartoe, dus ik weet niet of dat ik daarop kan komen eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar goed, dat ga ik dan straks wel zien. Het is maar even kijken wat hij in petto heeft voor mij. Maar goed, dat is allemaal voor latere zorg. Nou, de jongens die hebben mij gevraagd om 1 uur klaar te staan. Het is nu 10:50, dus ik ga er naartoe. Ja, je gaat vanzelf wel zien. Het is niet breed. Ik moet even kijken hoe dat ik het ga doen. Ik heb een rondje gelopen, maar ja, ik denk dat ik het beste de straat in kan en dan achteruit terugsteken. Maar goed, we gaan het zien.
terugsteken wordt er maar niet, denk ik. Ik ga wel even kijken of dat ik het voor elkaar krijg. Maar... Tokio. Ja. Vet. YouTube. Even kijken. Die wielkantje maar zetten. Ja. Deze. Hij zit nog achter. Do you want a coffee before you travel? Yes, please. Ah, sorry for my English. Non, mais parle français n'est pas problème pour moi. Ah, c'est vrai. Ouais, je roule toute semaine dans la France avant. C'est vrai, trop bien. Si j'avais su avant. Wat zit erin? Ik moet dit terrein nog 3 meter nog wat laaien, 3,5 meter. Nou, dat heb ik ruim. Dus ik ga de boel even vastzetten, even zijkant over de boel vastzetten. En dan gaan we terug naar Bastia.
Zo, ladingen staan weer vast. Ja, ik kan terug naar Bastia. Ja, het is 20 minuten rijden. Hè. Het is nog geen 2 uur. Ja, dan ben ik rond 2:30. Ja, nou ja, ik zie het wel hoor. Ik weet het anders ook niet. Hier nog blijven staan heeft geen zin. Dus ja, we gaan gewoon rijden, we zien het wel. Het is 7:30 en we gaan de boot. Tenminste, we gaan er naartoe rijden, laat ik het zo zeggen. Savoen! Savoen, hè? Oké. Ik dacht dat hij mij even richting Marseille wilde sturen, dat is niet goed. Maar het komt goed nou. Ja, we gaan weer achteruit op. Oké. Zo, nou we zijn er weer. Alleen hier kan ik niet naar buiten kijken. Ik heb alweer gedoucht. Dus ik ga even buiten kijken. Misschien neem ik hem even wel mee. Maar niet te veel, want ja, dat heb ik natuurlijk gisteren ook al gedaan. Dat is leuk om dat even te zien. Maar... En dan gaan we maar eens even wat eten doen zo meteen. En ik hoop dat het
beter is dan gisteren, maar het is van dezelfde maatschappij, dus ik vrees ervoor. Maar goed, we gaan het zien. Anders is het er ook nog een pizzeria aan boord. Dan maar een keertje pizza. Kan ook nog. Maar goed, we gaan even kijken boven. Nou, goedemorgen. Inmiddels is het vrijdag. Ik ben aan de overkant in Savona. Tenminste, daar zijn we met z'n allen. Dus ja, het is nu al wachten totdat de klep open gaat dat we van de boot af kunnen. En dan gaan we richting Turijn. Ik heb weer niet best gegeten. Dus dat is echt wel jammer. En ja, ook niet heel erg goed geslapen. Dat ding maakte nogal een kabaal, zeg maar. Maar goed, het is niet anders. We gaan de vrijdag volmaken. Even laaien, tenminste ik hoop even. Het zou anderhalf uur rijden zijn of zo van hier uit naar Turijn. Dus nou ja, ik hoop dat het goed komt. Dan kan ik vandaag nog een hele tijd in Frankrijk komen. Dus ja, we gaan het wel zien.
shirt. Ik heb hier uit alles gepikt. Ja, in ieder geval onderkant hier rijden. Maar het was gisteren op Corsica nog 26 graden volop zon, maar hier is het nu 8 graden. En heel weinig zicht. Even kijken, dan zou ik hier moeten zijn. Ja. Bedrijfstap aangegeven. Doodlopende straat ook nog, hè. Zijn. Ik zet die auto wel even aan de kant. Ik weet niet hoe ze dat nou willen gaan doen. Misschien komen ze wel naar buiten. Die kan hij nog niet eens draaien. Lekker handig. Ik ga achteruit terug. Eerst moet ik uitdoen dat ze wat willen. Je hebt prima kandidaat, hè? Zo. Ik heb Vito, open aan kandidaat. Open aan de kant? Si. Oké. Doe wij voorzien, dan bouwt ze op Vito. Oké, oké. No problem, no problem. Oké. Grazie. Nou, we zijn geladen. Het is 10:10 en we gaan, naar huis. Maar dat is ook nog wel een dingetje, want ik ga door de Fréjus-tunnel. En daar ben ik ook nog nooit geweest. Dus bucketlist dingetje nummer 2. Ik vind het helemaal goud. Dus we gaan eens kijken hoe dat werkt.
Grazie, ciao. Zo, dat was de Fréjus-tunnel. Ja, bijzonder is het niet, maar ja, ik ben er nog nooit doorheen gekomen. Dus ja, dat is dan weer wel het tweede bucketlist dingetje van de week. Ja, die tunnel die kost wel €345 en 80 cent. En daar krijg je dan wel een hele instructiekaart voor. Dus die zal ik er even naast zetten. Dan kunnen jullie even kijken wat je moet doen als je er doorheen komt. En ja, dan houdt het hier voor mij op, want ja, ik ga dan nog iets meer dan 1000 kilometer naar buiten zitten kijken. En ja, zoals ik dat al een keer eerder al gezegd heb, dat kan ik prima alleen. En ja, ik ben zaterdag vroeg in de middag, hopelijk op de zaak. Dus nou ja, dan heb ik nog wel anderhalve dag weekend, dus dat is prima. Het is in ieder geval niet zo dat ik de hele zaterdag kwijt ben. Dus nou ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat lees ik dan vanzelf alweer in de reacties. Ik zou zeggen voor nu prettig weekend en tot de volgende keer weer. Houdoe!